Je kind gaat op voetbal en er wordt aan je gevraagd of je niet een trainer wil worden. Natuurlijk wil je dat. En ineens ben je een voetbaltrainer. Je gaat enthousiast met de groep aan de slag en bedenkt allerlei leuke voetbaltactieken en leuke trainingen. Maar hoe laat like je de kinderen naar je luisteren? Hoe hou je ze een heel seizoen net zo gemotiveerd en enthousiast als jijzelf? En wat doe je met de ouders die zich met de opstelling, de tactiek, de scheidsrechter en het wisselbeleid willen bemoeien? Voetbal draait niet alleen om het spelletje en jou als trainer, maar ook om alle mensen eromheen. Mijn naam is Steven Pont en ik ben psycholoog. Alles draait er in mijn werk steeds om hoe mensen met elkaar omgaan. Of dat nou om gezinnen gaat, op school of op het werk. Ik weet dat er vergelijkbare patronen zijn in het ontstaan van relaties tussen mensen. Er ontstaat een bepaalde cultuur en dit zag ik ook terug op het voetbalveld toen ik trainer was. Door je bewust te zijn van de invloed van jouw gedrag op spelers en ouders, kun je die cultuur positief beïnvloeden. Bij mij heeft dat gezorgd voor meer duidelijkheid en meer plezier in het trainerschap. Als trainer kreeg ik van mijn club alle ruimte om mijn eigen werkwijze te kiezen. En die aanpak wil ik hier graag met je delen. Ook al lijkt dat soms iets ongrijpbaars, cultuur kun je wel degelijk maken. De sleutel hiervoor ligt vooral in de start van het seizoen. Ik keek hoe andere trainers zich positioneerden en hoe dat zich gedurende het seizoen verder ontwikkelde. Ik zag bijvoorbeeld de bevelen uitdelende generaals, die eigenlijk knap gebruik maakten van de macht over hun team. Maar ik zag ook vaak dat hun macht uiteindelijk verzet opriep. En verzet blijkt altijd creatiever dan de macht. De generaals moesten daardoor ook steeds meer van hun macht inzetten. En ik vond de sfeer bij dit soort trainers daardoor dan ook vaak onder de maat. Aan de andere kant zag ik ook de zorgende allemansvrienden. Die kinderen een goed gevoel gaven door hun hartelijkheid. Maar die wilden vaak weer te aarde gevonden worden en verloren zo de controle over hun team. Uiteindelijk liepen ze het gevaar dat hun team en de ouders weinig respect meer voor ze hadden. Dus wat is nou wijsheid? Zoals in veel van mijn werk blijkt het ook hier vooral om gezag te draaien. Een mengsel van macht en zorg. Dit gezag gebruik je in een proces waarin je met elkaar uitspreekt wat je wilt. Afspreekt in welke cultuur je dat wilt en mensen aanspreekt die zich niet aan de afspraken houden. Maar wat heb ik dan precies gedaan om cultuur te maken binnen het team? Ik vond daarin vier dingen belangrijk. Ik moest voor mijn team betrouwbaar zijn. Ik was dus altijd op tijd en kwam bijvoorbeeld ook nooit in een oude joggingbroek of zo aanzetten. Ik was de trainer. Ook verwachtte ik dat de kinderen aan het begin en eind van elke training en elke wedstrijd mij een hand kwamen geven. Zo gaf ik ze meteen wat persoonlijke aandacht. Ik wilde de aandacht van het team zonder mijn stem te hoeven verheffen. Ik had daarom een bijzonder soort fluitje in de feestwinkel gekocht en met de kinderen geoefend dat ze naar me toe kwamen zodra ze dat hoorden. Op die manier had ik steeds de aandacht van de hele groep en kon zo rustig beginnen met praten. Ik maak het spelplezier belangrijker dan winnen. Want als je spelplezier alleen uit winnen haalt, heb je bij verlies natuurlijk een probleem. Tijdens de training oefenden we bijvoorbeeld bij de jongste F'jes de tactiek Bommetje. Als onze keeper de bal had, moesten de kinderen zich zo snel mogelijk over het hele veld verspreiden. De keeper had zo verschillende aanspeelpunten. En ook al verloren we de wedstrijd, dan hadden we toch een beetje gewonnen, als bommetje was gelukt. Ik stelde vooral veel vragen. In de rust begon ik niet meteen te speechen, maar vroeg ik eerst aan de spelers hoe zij eigenlijk vonden dat het ging. En luisterde daar eerst naar. Dat koppelde ik aan wat ik zelf had gezien, maar maakte spelers dus eerst zelf verantwoordelijk voor hun eigen spel. Als kinderen komen voetballen, krijg je de ouders daarbij. Die zijn natuurlijk belangrijk voor het voetbalplezier van hun kind. Bedenk daarom ook welke cultuur je met de ouders wilt maken om een leuk seizoen te hebben. Aan het begin van het seizoen heb ik daarom alle ouders bij me thuis uitgenodigd. Want net zoals je van de spelers een team maakt, moet je van je ouders een groep maken. Ja, en het was natuurlijk heel gezellig, maar ik heb daar ook de cultuur kunnen bespreken zoals ik die voor me zag. Ik was daar duidelijk over mijn aanpak van het team. Ik heb bijvoorbeeld bij de eerstejaars aangegeven dat de kinderen in de eerste zes maanden niet zozeer hoefden te leren voetballen, maar dat ze plezier moesten krijgen in het spel. En het vooral goed moesten krijgen met elkaar. Ik wilde geen gedoe rond de wissels. En wilde de stress van ouders over de eerlijke verdeling van de speeltijd wegnemen. Uh, dus had ik een schema gemaakt waarmee ik de spelers wisselde. Zodat alle kinderen precies evenveel speeltijd kregen. En de ouders langs de zijlijn rustig van hun kind konden genieten. Helder. Ik wilde niet dat de emoties buiten de lijn het spel binnen de lijn negatief zouden beïnvloeden. Natuurlijk is het leuk om mee te leven langs de zijlijn, maar wel op een positieve manier. Aanwijzingen geven, mopperen op de scheidsrechter, afkeuring laten blijken en met mij als trainer tijdens de wedstrijd iets willen bespreken, waren dus uit den boze. Zoals ik al zei, wilde ik dat kinderen zelf verantwoordelijk waren voor hun sport. Daarom besprak ik dat het belangrijk voor me was dat als de kinderen een keer niet konden, ouders hun kinderen zelf lieten afbellen. Op die manier nam ik de kinderen serieus en dat verstevigde de band tussen mij en mijn spelers. Vervelend. Kom je wel kijken. Wees dus niet bang om heel duidelijk te zijn welke cultuur jij wilt maken. Ouders vinden het juist fijn om te weten wat er van ze verwacht wordt. Is goed om te weten. En ook de sfeer en de prestaties van het team zijn beter als de cultuur duidelijkheid geeft. Cultuur moet je maken, die komt dus niet vanzelf. Bedenk je dus vanaf dag 1 goed hoe je jezelf positioneert. Wanneer je wat meer de generaal moet zijn en wanneer je de allemansvriend kunt zijn. Jij bent als trainer de belangrijkste schakel. Door je bewust te zijn van jouw invloed op het gedrag van spelers en ouders kun je een positieve cultuur maken. Dit zijn natuurlijk mijn voorbeelden, maar kies als trainer in overleg met de club vooral steeds je eigen aanpak en geef zo kracht aan je gezag. Ik wens je een mooi trainerschap.